Het is lente, God almachtig prachtig. Het regen komt met bakken uit de hemel. We zitten hier in Mierlo en we komen niet voor de kersen. En ook niet voor het ondergoed van Frank Lammers. Wij komen voor asperges, zeg ik u. Hier hebben we Jos. En Jos is de man die de eerste asperge dit jaar gestoken heeft. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet, jongen. We gaan eens kijken. Nou jongens, hier krijgen we de asperge piepshow uit Mierlo. Wow, kijk eens aan. Kijk, hier staan ze. Wat vet zeg. Weet jij hoe je asperges in moet steken? Nee, heb ik nog nooit gedaan, maar ik wil het heel graag leren, want dan kom ik volgend jaar solliciteren. Maar we maken wel de reis samen af dan, hè, als we ergens aan beginnen. Oké. Oké, met twee vingers graven de asperge een beetje bloot. Yeah. We pakken hem met de linkerhand, pakken we de asperge vast. En met de rechterhand steken we de asperge ongeveer op 25 centimeter lengte. Hup, dat is hij. Het witte goud, jongens. We hebben hier de eerste asperge in dat prachtige bekende bakje. Asperge is een breekbare groente. Oh, hij is heel gevoelig. We leggen hem voorzichtig. Ja, hij is heel gevoelig. We behandelen hem als een dame. Zo. Juist. Juist, dat is de techniek. Kijk. Echt cool, jongens. Dit is dat een... dat is de beste sortering. De dubbel A, jongens. Dubbel A wit. Oh, dat mag ook. Oh, ik mag niet zo doen. Je mag hem niet vies maken met je handen. Oh, niet vies maken met je handen. En een beetje te heet gewassen. Mooi, hè? Dames en heren, ik presenteer u... Lidie, de koningin van de asperge. Wij waren de eerste vorige week die ze van de volle grond stak hier in Brabant. Ja, dus eigenlijk is het zo, als iemand jou belt om 2 uur 's nachts van... Nou, volgens mij hebben wij morgen asperge. Dan stuur jij Jos uit je nest. Dan zegt Jos, flikker op, uit bed, ga eens kijken op dat veld of wij morgen de eerste asperge kunnen oogsten. Die stuur ik dan op veldexpeditie, ja. Mag ik je handen zien? Zie je die handen? Jos, mag ik jouw handen zien? Dat dames en heren van Brabant, ik zeg het u. Kom, we gaan zo lekker koken. Jezus, zo. Die zijn mooi. Zo, even kort, zo. Maar voordat je wat dan ook doet in een keuken met allerlei prachtige Poolse aspergestekers, oftewel een beetje lekkere Poolse graswokka. En dan moeten we dit... Zo, hop, pas op. Klein beetje. Olijfolie. We hebben komaten. Dat zijn donkere tomaten uit Zuid-Spanje. Over de heerlijke serrano ham. Dat is echt heerlijk. Klontje roomboter. Spaans pepertje. Biesloopje. Knoflook. Een beetje liefde. Heel veel bezieling. We koken de asperges heel kort. Halen ze uit de pan. Doen we de Spaans peper uitbakken. In de vet van de serrano ham. En tomaatjes erbij. Asperges terug. Aftoppen met peterselie, nog een glas wodka erachteraan en dan gaan we de polonaise lopen hier op dit prachtige veld van asperges. Klontje roomboter voor de zachtheid. Kom maar toch. Dus ze zijn iets zuurder dan de gewone tomaten. Heel stevig, ze zijn heel stevig. Dat is het mooie. Je hebt de serrano. Dan zie je, de vetrandjes zijn verdwenen. Want waar zijn die? Dat is de vet die in de pan zit. Gesmolten. Pakken wij onze asperges die we kort gekookt hebben. Die gaan er doorheen. Zo. Een keer zo. Zo. Kijk, het ziet er heel mooi uit. Klein beetje wodka. En dan doen we even flamberen. Dit is lekker. Peterselie erbij. Hup. En zo. Zo. En dan pakken we hier zo een paar asperges met serrano ham. Heerlijke verse peterselie. Dames en heren. Dankjewel. Dobre. 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 Mm. En wat denk je ervan? Heerlijk. Is het wat? Weer wat anders, ja. Met serrano ham en komaten. Ik voel me als een engeltje in het schaamhaar van God. Wil je meer weten over lekker eten en over Brabant, over de aspergekwekers van het jaar? Ik zeg, ga naar onze site en laat je verrassen. Proost Brabant, hell yeah.